Hallo mensen, hartelijk welkom bij deze tutorial hoe je sneller moet bouwen in Minecraft. Of sneller kan bouwen, want je moet natuurlijk niet bouwen. Ha, het is gewoon een idee. We zitten dus nu in Minecraft en wat je nodig hebt is de axe, de wooden axe voor world edit. En je hebt black wool nodig. Ik laat het gewoon zien. Stel je voor, je hebt een klein grotje gemaakt van verschillende soorten items zoals een cracked stone bridge, een stone. We zien hier bijvoorbeeld een mossy cobblestone. We zien hier een stone. We hebben ook gewoon een normale cobblestone. En om dit nou allemaal handmatig te plaatsen, dat kost gewoon veel tijd. Dus ik heb een heel leuke manier gevonden om dit dus sneller te doen. Nou, stel je voor, we maken gewoon allemaal zwart wol. Je maakt een soort van omgevingsgebied, hoe jouw grot eruit moet zien. Nou, dat kan dus op verschillende manieren. Je kan hem een beetje hoekig laten maken. Je kan hem een beetje klein maken. Je kan hem wat groter maken. Nou, stel je voor, dit ziet er natuurlijk niet uit, maar ik ga dadelijk uitleggen hoe dat dan uiteindelijk eruit ziet. Hier gaan we wat kleiner bij de grond maken, zo. Nou, stel je voor, ik heb dus hier zo snel eventjes wat gemaakt. Dit is allemaal heel snel natuurlijk. En dat hoort ook. Een grot hoor je eigenlijk iets sneller te bouwen dan, eigenlijk dat je treuzelt van, nou moet dat blokje daar wel komen. Oké, nou stel je voor, ik heb hier dus een stukje grot. En een mooie muziek op de achtergrond, zo. Ik maak het even netjes af ook gelijk, nu ik er toch aan bezig ben, zo. Nou, dan sluiten we dat hier mooi aan, dit. Dat doen we later vast. Oké, nou als je zo'n stukje grot hebt gemaakt, dan selecteer met de X-bel. Selecteren we gewoon één hoek. En de andere hoek selecteren we hier. Ik zou hem een beetje hoger maken, want we hebben hem wat hoger gebouwd. Zo. Dan doe je dus slash slash replace spatie black. Dus black betekent is het kleurtje wat we hebben geselecteerd. En daarna vul je in 89.1.89.2.stone.cobblestone. En wij klikken op enter. En je zult zien dat al het zwarte steen wordt vermengd met allerlei soorten kleuren. Dus dit is eigenlijk een veel makkelijker manier om een grot te maken. En om het af te maken zou je nog even bij slabs kunnen kijken. Dus we klikken op de slab van de stone brick en de cobblestone. En je zou nog af en toe een beetje slabjes kunnen toevoegen om het wat minder blokkerig te maken. Dus dat je wat meer lagen krijgt en verdiepingshoogtes. Nou, ik hoop dat jullie een handige tutorial vonden en blijf het kanaal zeker volgen voor meer handige tutorials over het sneller bouwen in Minecraft. En ik zou zeggen, blijf Minecraft spelen, want het is een heel leuk spel en vooral voor je fantasie. Doei doei!